Goedenavond, welkom bij Stevens Podiumgasten. Vandaag is mijn gast Arno Kolenbrander. We gaan beginnen. Ik sluit mijn ogen en ik na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehaald. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Dat was het leven, zoals ik het leven wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent of zak, geen kruimel meer in huis. En toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nou deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Oh, oh. Na, 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 na. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie. Laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. Arno, welkom. Ja, dank je. Vertel, voor de mensen die dan na 1995 zijn geboren, wie is Arno en hoe is het begonnen? Wie is Arno Kolenbrander? Arno Kolenbrander werd geboren in Rotterdam in 1973 alweer. En
Nou ja, daar was ik gewoon een jongetje die altijd heel graag zong al. Op de lagere school zat ik al in een eindmusical, wilde ik de zangrol en niet de hoofdrol. En nou, uiteindelijk was ik jaar of 16, 17, ben ik met talentenjachten begonnen. En van de 35 die ik gedaan heb, heb ik een 26 of 27 gewonnen. En vanuit daar kreeg ik mijn optredens. En moet ik het goed vertellen, toen heb ik dat 4 jaar gedaan. En toen zag ik ineens een oproep van Henny Huisman, toen ik 21 was. Van, wil je verder in de muziek? Kan je dat en dit? Dan geef je dan op voor de Soundmixel. En toen dacht ik, ja, ik ben nou chauffeur bij een snoepgroothandel. Maar zingen, daar ligt toch mijn hart. Dus ik ga me opgeven. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen heb ik hem uiteindelijk gewonnen. Ja, dat was in 1995. 95, ja. Toen won je het met Why God Why, een geweldig liedje van Miss Saigon. Ja. Heb jij iets met musicals? Nee. Helemaal niet? Nee, eigenlijk. Nou, ik zeg nee. Ik heb toen ik de Soundmixel won, toen kreeg ik een contract bij Joop van den Ende. Ik heb heel veel musicals gezien, zelfs ook in Londen nog naar musicals geweest. En ja, ik vind het wel heel mooi, weet je, die producties en die musicals. Maar daarvoor had ik er niks mee. En ik moet zeggen dat ik er nu ook niet echt altijd niet naartoe ga. Dus nee. Ik kan niet zeggen van, goh, ik ben echt een musicalman. Nee, totaal niet. Nee. Maar toch is het dan gekozen voor dat liedje. Ja. Was het een eigen keuze geweest dan? Nou, deels. Het is namelijk zo dat ik had me ingeschreven met een liedje van Gerald Elston. Dat is liedzanger van de Manhattans. En dat vonden ze te onbekend, maar ze vonden mijn stem wel goed. En toen zeiden ze, kunnen we dan niet kijken naar een ander liedje? En toen had ik er zelf twee. Dat was Ten Sharp You en nog een liedje. En zij kwamen met Miss Saigon aan. En toen dacht ik heel slim, ja luister, als zij iets aandragen, kan ik dat beter pakken. Dan is de kans groter natuurlijk dat er verder komt. Dus nou, toen heb ik dat liedje gekozen en ja, de rest is geschiedenis. Ja, dat is gewoon een kwestie van doen dan, hè? Ja. Je hebt ook dinnershows gedaan. Ja. Zou dat weer op gaan pakken? Nou, ik heb het tot 4 jaar gedaan bij Frank Wentink en de Mol. En ik moet eerlijk zeggen dat ik na 4 jaar wel een beetje beu was, want je gaat daar op een stipje staan en dan gaat dat lampje aan en dan moet je die regel zingen en dan heb je je beurt gehad en dan gaat de volgende en die krijgt en dan moet jij weer weg. En je hele artistiekere vrijheid, zeg maar, en zo, dat is allemaal weg, want je zit gewoon in het stramien van de show en je moet je aan die... Dus je stompt een beetje af, zeg maar, als artiest zijn. Ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn op het podium en te entertainen, interactief te zijn. En dat kan bij zo'n show dan weer niet. Dus dat vond ik jammer, maar ja, ik sluit het nooit uit. Als ze het nu weer vragen van, zou je wat willen doen, dan ja, denk ik dat er best wel voor openstaan in ieder geval. Als je maar meer vrijheid krijgt. Ja, maar dat is moeilijk in die producties natuurlijk. Ja. Want ja, je moet je aan die lijnen houden die ze uitleggen. Want, ja. En om zelf iets te organiseren qua dinnershow, is dat niks dan? Nou, weet je, we gaan zoiets doen. We hadden eigenlijk al willen starten in, wanneer was dat? Oktober? Oktober, hè? Dat zou de eerste zijn, ja. Oktober, wij gaan een kasteeltour doen en dan is het 2 uur programma, dus een uur blok en nog een blok van een uur. En mensen doen daarbij eten of kunnen daarbij eten, zeg maar. En dan ga ik vanaf mijn eerste single die ik gekocht heb, toen ik een jaar of 5, 6 was, tot aan mijn laatste single die ik uitgebracht heb, ga ik en liedjes die daartussenin vallen, die mij wat hebben gedaan of waar ik een speciaal herinnering bij heb of zo. Ja. Allemaal mooie liedjes die ik mooi vind, laat ik zo zeggen. Die komen dan in die 2 uur voorbij. Dus als een draad doe je eigen leven. Ja, dat is het eigenlijk. En mooi. Dat gaan we, willen we dan iedere maand een keer gaan doen in een kasteel. We beginnen in Gelderland. En dan hopen dat het door social media en door mensen die dat het groter wordt. En dat je misschien dadelijk grotere locaties, dat soort dingen kan gaan doen. Maar we beginnen lekker klein, intiem en met een mooi verhaal, denk ik. Ja, bijzonder. Ja. In 2002, 2008 was je een beetje stil. Ja, nou, ik wat was zelf de reden? Stil, maar, nou ja, wat was de reden? 2004 heb ik dan nog wel de Eurovisie Songfestival, de Nationaal Songfestival geprobeerd met een liedje van Johnny Logan. Maar in dat jaar ben ik ook gestopt met de dinnershows. En toen ben ik een horecabedrijf begonnen, een feestcafé. En ik dacht, dat doe je er wel even bij. Maar dat doe je er niet even bij. Een café is gewoon heel hard werken. En dat slokte me op. En ik zong eigenlijk heel weinig meer in die periode. Want ik was altijd in het café bezig, druk aan het werk, hard aan het werk, tot nachten. En dan de volgende dag weer vroeg poetsen. Je kent dat allemaal wel. Want ja. En dan komt je bestelling weer. En dan komt de man van de gokautomaat weer. En dan komt er weer een vertegenwoordiger. En dus het was gewoon een hele drukke periode. Waardoor mijn zingen eigenlijk op de achtergrond kwam. En daardoor heb ik in 2004, tussen 2004 en 2008 gewoon eigenlijk niet de tijd gehad om wat te doen met, nee, om veel te doen met het zingen. En dat café is er nog?
Ja, maar niet meer van mij. Niet meer van jou? Nee, dat hebben we, dat is... En ook geen heimwee of zo dat je terug wil? Nee. Het is, oh, wat doe je nu naast het zingen? Niks. Oh, lekker makkelijk. Nee, ja, ik ben gewoon een lui mens. Nee hoor. Ja, heerlijk. Nee, dat is niet... Maar weet je, nee, ik kan gewoon van het zingen... kan leven nog steeds gelukkig. Dus dat is wel... Ja, nu op het moment is het moeilijk natuurlijk... met die coronatijd die we gehad hebben. Ja. Maar het is normaal gesproken goed te doen. Inderdaad. Je hebt nog muziek meegenomen. Ja. Ik wil jou. Wat kun je daarover vertellen? Ja, wat kan ik daarover vertellen? Ik wil jou. Dat is, was gewoon een leuke plaat. Alvarez Soler was dat. Die had toen een hitje ermee, 3-4 jaar geleden. En toen dacht ik, joh, ik ga weer wat uitbrengen. En toen zei eigenlijk een DJ, die zei, waarom doe je niet die plaat? Want dat is als ik een dikke hit. En toen, ja, hebt u wel gelijk. En dus we hebben een Nederlandse tekst gemaakt op een bestaand liedje. In de hoop dat, dat we een beetje op het succes konden meeliften, zeg maar. En ja, dat werd Ik Wil Jou. Nou, gewoon doen. Gewoon doen. Wij gaan er naar luisteren. Doen we. Arno Kolenbrander, Ik Wil Jou. Elke keer zie ik je kijken, wat je met me doet. Dat voelt best wel goed. Wil je mij soms laten blijken, dat je mij ziet staan en met me mee wil gaan. Vertel me wat wil je, kom hier en ik streel je zacht, heel zacht. Je nummer, ik bel je en ik vertel je zacht, vannacht. Als je bij me bent, voel ik je warme handen zacht op mijn huid belanden. Laat je nooit meer gaan, jij met je mooie ogen die niet verlaten mogen. Ik wil jou, ik wil alleen jou, ja, jou, ik wil alleen jou, 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 jou. Blijf voorgoed bij mij, beter dan dit kan niet met niemand, ik wil alleen maar jou. Zitten hopen dat het zo ver kwam, mij in je armen nam. Ik zag je, ik wou je, ik heb je, ik hou je vast, goed vast. Nooit meer nog eenzaam, toch wij samen heen gaan lang, zo lang. Wist ik het al? Jij bent een ster uit het heelal. Je straalt als een helder stuk kristal. Als je bij me bent, voel ik je warme handen zacht op mijn huid belanden. Laat je nooit meer gaan. Jij met je mooie ogen, die me niet te mogen. Als je bij me bent, voel ik je warme handen zacht op mijn huid belanden. Laat je nooit meer gaan, jij met je mooie ogen die me niet verlaten mogen. Ik wil jou, ik wil alleen jou, ja, jou, ik wil alleen jou. In 2013, het vierde seizoen van The Voice of Holland, heb jij meegedaan. Ja. Voelde je toen een bepaalde druk? Nou, ja, druk niet echt, maar ik zal moest toen, ik had me opgegeven voor het programma. Dan krijg je een lijst van 50, 60 liedjes waar je dan uit kan kiezen. En toen had ik er 5, moet je er dan aanleveren, waar je dan zelf het prettigst bij voelt. En die had ik netjes aangeleverd. Toen zei dus, nou, het wordt toch die van This Is What It Feels Like. En ja, ik was toen 7 jaar geleden 40.
En toen dacht ik al, wat moet nou een man van 40 met This is what it feels like. Weet je, dat past niet bij me, dat is niet mijn ding. En toen heb ik nog gevraagd of we het niet akoestisch konden beginnen. En dan rustig opbouwen naar het liedje wat het was. Maar dat vond ik geen goed idee, dus het gebeurde ook niet. En waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Zij wilde gewoon dat nummer zo houden. En ik heb met mijn stomme hoofd ja gezegd. Want als je me nu zou vragen, dan denk ik van, nou ja, als je dan toch zoiets gaat doen, dan moet je ook wel iets doen waar je jezelf prettig bij voelt en waar je achter kan staan. En dan kan je het ook overbrengen. Alleen ja, op dat moment dacht ik van, nou, is een mooi podium. Dan zien de mensen me weer. En dat was ook wel zo, want ik werd de hele week in de promo van tevoren werd ik genoemd. Aanstaande vrijdag in de Voice of Holland, weet je wel. Dus, dat is perfect. Ja, dat was iedere dag was ik op tv een keer of drie. En iedereen, oh, je komt. Dus dat was wel een goede. Alleen ja, het viel natuurlijk. Ik wist natuurlijk al lang dat ik er niet meer bij zat. Dus ik vond dat helemaal niet meer leuk. Maar nee, ik zou het nu niet meer op die manier doen. Nu zou ik gewoon zeggen van, joh, luister, als ik geen liedje mag doen waar ik me lekker bij voel, dan ga ik het niet doen. Ga ik er niet eens aan beginnen. Maar, en voor wie had je dan gekozen als ze alle vier waren gedraaid? Wie zaten er toen ook weer? Borsato zat er. Ilse de Lange. Jury is zo vaak veranderd. Ja, ik heb Ilse de Lange, Borsato. Roel van Velsen geloof ik dan, of niet? Nee, van Velsen was Marco Borsato voor gekomen al. Oh ja. Anouk, was zij er al? Nee, Anouk was er ook nog niet. Ik weet niet meer wie er zaten. Dat is toch erg? Je had wel een keuze gemaakt dan, wie zou kiezen? Nee. Of niet? Nee. Nee, ik weet het echt niet meer wie er zaten. Want als je me nu zou vragen, dan zou ik zeggen, als ik nu moet kiezen van de jury die er nu zit, dan zou ik zo voor Welend kiezen. Ja. Weet je, maar. Want Anouk is niks voor jou dan? Of is hij te grof? Nee, ze is niet te grof qua commentaar. Ja, ik vind ze wel eens grof qua commentaar. Maar ja. Ik denk wel dat zij, weet je, ik kom ook uit het Westen en lekker gewoon recht door zee, recht voor zijn raap. En ze zegt alles. Dus daar hou ik ook wel weer van aan de andere kant. Maar ik denk gewoon dat ik persoonlijk veel meer van Welend zou kunnen leren. Omdat ik heb hem muzikaal gezien, weet ik gewoon. Ik weet niet wat Anouk kan, dus misschien doe ik heel erg tekort. Maar ik denk dat Anouk meer zangeres is. En Welend echt meer muzikant ook daarachter is. Ja. En dat is mijn gevoel. Dus daarom zou ik nu daarvoor kiezen. Maar dat was je vraag helemaal niet. Hoe ga je met commentaar om dan? Sorry? Hoe ga je met commentaar om? Ja, ja, ik heb ook hoe heet het programma ook alweer? Bloed, zweet en tranen heb ik ook gedaan. En daar kreeg ik commentaar dat ik een nootje vals had gezongen. Nou ja, ik heb het 12 keer teruggekeken of wel meer. Ik heb geen vals nootje gehoord. En er kwamen commentaren. Toen vroeg Jeroen van der Boom ook, wat vind je er nou van? Ik zei, nou, of wat kan je ermee, vroeg hij eigenlijk. Ik zei, nou, ik kan er geen piep mee, zomaar zeggen. Om het netjes te houden. Maar nee, ja, daar kan je niks mee met zulke commentaren. Nee. Zou je weer opnieuw gaan auditeren voor een programma? Nee. Helemaal niet? Nee. Nee, ik wil niet die jongen worden. Ik heb het nou 3 keer gedaan. 1 keer dan heel succesvol en 2 keer minder succesvol. Ik wil niet die jongen worden waarvan ze zeggen, oh, daar heb je hem weer. Die jongen die iedere keer aan een wedstrijdje mee wil doen. Zo desperate, zeg maar. Dus, nee, precies. Want zoals, nee. En ik geloof in mij, dat is ook niets voor jou. Nee, ik geloof in mij vind ik echt, nou, hoe mag ik dat eerbiedig zeggen? Het entertainmentgehalte is heel leuk en vermaak. Ja. Maar de artiesten die daaraan meedoen worden wel een beetje neergezet. Ik denk van, nou, weet je, niet heel positief, zullen we maar zeggen. Want als je zo'n Rutger bijvoorbeeld neemt, het enige wat we bij Rutger hebben gezien, is dat alles wat fout ging. Alles ging fout, ja. Alles wat fout ging, zenden ze uit, weet je wel. Dat is natuurlijk hartstikke vermakelijk. Maar zo wil je toch niet, zo wil je niet op tv, denk nee, ik. Nee, zeker niet. En met wie zou jij dan een duet willen gaan zingen? Een duet willen zingen? Vroeger had ik altijd Celine Dion gezegd. Ik weet niet wat hij nu nog doet eigenlijk. Ik heb ook geen idee, nee. Ik hoor daar nooit. Je hoort er niks meer van. Nee. Maar Celine Dion vond ik altijd een hele goede zangeres waar ik wel een duet mee zou willen zingen. Nu op het moment, ik denk, als het Nederlands gaan kijken, Miss Montreal, Sanne. Ja, perfect. Ik vind een goede zangeres. Ja. Ook dat laatste liedje vind ik fantastisch en ook hoe ze het gebracht heeft. Absoluut. Dat zou wel een zou er iemand zo zijn waar ik een duet mee zou willen zingen. Ja. Ja. En als je dan waar dan ook ter wereld mag optreden, waar zou het dan zijn? Mag ook in Nederland. Mag ook in Nederland, ja hoor. Dan de Kuip. Want? Ja, ik heb 27 jaar hemelsbreed zo'n 300 meter van de Kuip afgewoond. En Feyenoord is er met de paplepel ingegoten. En de Kuip is toch, ja, de sfeer, de dingen. En ja, het is mijn stadje, mijn Kuipie. Ben je dan echt zo'n diehard?
Nou, ik ben wel behoorlijk fan, maar ik sta niet iedere zondag tussen de jongens met vakkoortjes en vlaggetjes. Nee. Wel een sjouwtje en een dingetje hoor, als we er naartoe gaan. En we zitten wel eens een beetje mee te schreeuwen, maar niet extreem. Nee. En als je dan terugkijkt naar jouw verleden, ja. Wat zou je dan over willen doen? Of misschien weer opnieuw willen beleven? Ja, over willen doen niet zoveel. Opnieuw willen beleven. Het winnen van die Soundmix-show, dat opende heel veel deuren voor me op dat moment. Ja. Die daarvoor gewoon echt gesloten bleven. En dat was wel een heel mooie periode. Die zou ik best wel weer willen. En ook de tijd erna was leuk. Het voor- en nadelen moet ik zeggen. Maar weet je, als je dan bijvoorbeeld naar Schiphol ging, dan moest ik 4 uur eerder weg. Want toen had niemand nog een mobieltje, maar iedereen had nog gewoon zo'n fototoestel. Ja. Weet je, draaien en zo. En van die ouderwetse dingen. En dan moest iedereen met je op de foto. En dan miste je bijna je vliegtuig. Maar die aandacht is als artiest wel lekker natuurlijk, weet je wel. Soms ook te hoor, want dat is ook niet meer leuk was het op een gegeven moment. Maar het is wel leuk om mee te maken. Dus dat zou ik wel weer over willen hebben. Dat je echt, ja, zo'n stuk waardering wat je dan krijgt van mensen. Ja. En dat is wel heel leuk. En ik heb het voorprogramma van André Hazes gedaan, van de oude. Dat was ook een hele mooie tijd. Veel gelachen. Dus dat zou ik ook wel over willen doen. Bijzondere momenten. Ja. En wat maakt jou dan het meest trots? Ja, heb ik niet zoveel eigenlijk wat mij... Trots. Ja, ik ben wel trots op bijvoorbeeld dat Johnny Logan een liedje voor me heeft geschreven. Ja. Of het Songfestival. Dus ik bedoel, speciaal. En dat dan, ik heb het toen gewoon gevraagd eigenlijk. En dat hij het dan ook wilde doen. En ja, daar ben ik wel een soort van trots op. Maar echt trots. Het is een reden om trots op te zijn, zeer zeker. Ja, nou ja, het is wel iets waar ik heel erg blij mee ben. En dat vind ik ook leuk en zo. Maar trots is dan weer zo'n groot woord, denk ik. Maar nee, ja, ik ben toch wel een beetje trots op. Ben je ook perfectionistisch? Ja, nee, niet echt. Ja, sommige dingen misschien in mijn werk wil ik wel altijd dat het geluid goed is en zo. En ja. Weet je, dat soort dingen. Maar... En als het dan niet goed gaat, wat doe je dan? Nou, dan... Ga je aan je plaat of... Nee. Nee, dan roep ik gewoon amateur door de microfoon tegen mijn geluidsman. Dan zeg ik amateur. En dan... Nou, dat is waar, hè. Hij zit hier, maar dat is waar. Zeker. En dan roep ik gewoon, hey, amateur, doe het normaal, doe het goed. Maar echt uit mijn plaat niet. Ik ben 1 keer wel, geloof ik, een keer heel erg boos geweest. Dat was 1 keer. Ik weet niet eens meer wat er toen fout ging, maar toen ging het echt niet goed. En toen was ik echt wel een beetje... Maar dat is maar 1 keer gebeurd in al die tijd. Dus. Nou, als de vriendschap niet gaat, dan is er niks aan de hand. Nee, dat sowieso niet, want dus, bij het tweede liedje is het alweer vergeten. Juist. Ja. We zijn aangekomen bij het laatste liedje. Ja. Ik wil terug. Ik wil terug. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is wel een liedje, niet zoals Ik wil jou, zeg maar. Maar er is het wel een verhaaltje aan vast. Ik ben vorig jaar, zijn mijn vrouw en ik uit elkaar gegaan. En dat was... Begin december is zij naar haar eigen huisje gegaan. En in maart begon natuurlijk de corona. En toen zat je alleen thuis. En toen had Peter Groenendijk, de man die het liedje heeft geschreven, die heeft ook Tabby Nou op je mail geschreven. Ja, zeker. Die jongen die ging toen... Bekende hit. Ja, bekende hit. Die ging toen dingen posten. En ik heb dit in 94 al bij hem ingezongen als demo. En toen liet hij dat voorbij komen. Hij had zo'n item van, joh, ik heb allemaal dingen opgenomen. In deze coronatijd wil ik jullie die laten horen. En toen zei hij van, ik heb ook met Arno Kolenbrander, ik wil terug opgenomen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En dat was voor mij na 26 jaar in 1 keer zo'n actueel liedje. Want ik was natuurlijk net 3 maanden alleen. En dan kreeg je, ik wil terug. En dan, dus het raakte me ook echt. En ik denk, hoe kan dat zo actueel zijn na zoveel jaar? Ik denk, als dat bij mij gebeurt, dan moet dat ook bij andere mensen binnen kunnen komen, weet je wel. Dus toen heb ik Peter gebeld. Zei, joh, vind je het goed als ik dat liedje ga uitbrengen? En toen zei hij, ja, vind je juist heel erg leuk. Dus toen zijn we daar over gaan... we zijn er niet eens over gaan bakkeleien, zeg maar. We zijn gewoon begonnen met opnames. En we hebben toen gezegd, nou, gaan we in het eind van het jaar gaan we hem uitbrengen. Want in de zomer een ballad vind ik geen goed idee. Nee. Dus vandaar, ik wil terug. Dat heeft een beetje met de situatie zoals die vorig jaar was te maken. Ja, nou. Nou, we gaan er naar luisteren. Nou, fijn. Arno Kolenbrander, ik wil terug. Laat in de avond is alles stil. Maar een zware storm rast door mijn hoofd. Ik weet dat ik zo niet meer verder wil. Het sprookje waarin ik ooit heb geloofd. Geen verloren zonder strijd. Jij en ik, we zijn iets kwijt. De glans die er ooit was, vervaagde met de tijd.
maar ik had van de liefde veel meer verwacht. Ik wil weer terug uit alle macht. Ik wil terug naar het avontuur. Ga met me mee. Laat nog een keer de sterren stralen. Oh, ik verlang naar het oude vuur. Laat het niet los. Ik wil met jou de 100 halen. Geef me je hand. Wij zullen moeten vechten, allebei. Voor een nieuwe kans voor jou en mij. Soms denk ik dat het vergeten is. Het gevoel van hartstocht lijkt voorbij. Soms voelt het of het versleten is. Maar ik hou nog steeds van jou en jij van mij. Vaak denk ik terug met spijt aan die goede oude tijd. De passie die er was, die zijn we bijna kwijt. Ik wil terug naar het avontuur. Ga met me mee. Laat nog een keer de sterren stralen. Geef me je hand. Wij zullen moeten vechten, allebei. Voor een nieuwe kans voor jou en mij. Ik wil zo graag de liefde terug, toen ga je met me mee. Ik wil een nieuwe start, ik hou nog steeds van jou met heel mijn hart. Ik wil terug. Stralen. Oh, ik verlang naar het oude vuur. Laat het niet los. Ik wil met jou de 100 halen. Geef me je hand. Wij zullen moeten vechten, allebei. Voor een nieuwe kans voor jou en mij. Voor een nieuwe kans voor jou en mij. Arno, dank je wel voor jouw komst naar de studio. Niks te danken. Ik vond het erg leuk om er te zijn. Dank je wel. Ja, ik vond het echt heel gezellig. En u bedankt voor het kijken. Volgende week ontvang ik... Ik ben verliefd in licht en laai. Als ik vannacht in jouw armen draai. Ik ben verliefd, maar ben ook bang. Te gek voor nu, maar niet mijn leven lang. Ik ben verliefd... Voor nu een hele fijne avond. Dag.